Martijn en ik die zijn vandaag op een mooie locatie in Drenthe. Leuk dat je kijkt. En we hebben al een heel aantal uren achter de rug om een geschikte locatie te vinden. Wij wilden de nieuwe uitzendingen graag beginnen met een heel informeel gesprek tussen ons om eens even de revue te laten passeren. Wat er in de afgelopen tijd, tijdens en na de crowdpowers allemaal is gebeurd. En dat wilden we graag op locatie doen. En we hebben een aantal prachtige plekken in de natuur gevonden. Maar er was of te veel lawaai door de landbouwmachines, of het was te veel wind. Het begon te regenen, of het licht was niet goed. Dus uiteindelijk zijn we toch binnen beland. Maar op een hele fijne locatie. Dus fijn om je weer te spreken, ook voor de camera, Martijn. Ja, dankjewel Arjan. Ja, het is fijn om weer een keertje samen voor de camera te verschijnen. En daarin te delen van wat er zich de afgelopen tijd allemaal heeft afgespeeld. En ook de verbinding weer te leggen, ook juist op beeld. Ook met de mensen thuis, waar je dan ook aanwezig bent. Om toch eens te kijken van wat we met elkaar kunnen bespreken. Wat er komt, wat we voelen. Ja. Dus fijn om te doen, ja. Zeker. Het is een bijzondere start inderdaad. We hebben een aardige wandeling gehad. We hebben flink wat passen gezet vandaag. En op een gegeven moment was het zelfs zo, hè, dat we eigenlijk ook al tegen elkaar zeiden van nou, als we nou al onze gesprekken die we nu hebben gevoerd in de natuur zouden hebben opgenomen, dan zou de uitzending eigenlijk al afgerond zijn. Hè? Want we hebben zoveel mooie dingen besproken. Meer dan. Ik denk dat we de 3 uitzendingen mee hadden kunnen vullen. Ja, zo gaat het toch. De meest mooie gesprekken zijn de gesprekken die spontaan plaatsvinden. Ja. En die kun je ook niet bedenken. En dat is ook het fijne van ook weer nu weer samen te zijn. Dat het gewoon spontaan ontstaat, zeg maar. Ja. 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 We zijn een tijd geleden begonnen. Dus mid 2015 hebben we volgens mij de eerste uitzending gemaakt. Ja, zoiets, ja. Kun je aangeven wat, wat er met jou is gebeurd sindsdien? Ja, ik kan daar wel iets over zeggen. En ik denk dat dat ook gewoon eigenlijk voor alle mensen wel geldt. Door te spreken over hele fundamentele thema's. Die we natuurlijk door de revue hebben laten passeren in verschillende uitzendingen. Is het benoemen van die thema's. Die worden bekrachtigd. Hè? Die komen in beweging. Dus wat er bij mij gebeurd is, is dat zowel op een hele mooie manier als soms op een moeilijke manier, er allerlei beweging is rondom mij als mens. Mm-hmm. En het is allemaal all in the game natuurlijk. Maar wat ik vooral zelf heb gemerkt is dat het bespreekbaar maken van onderwerpen waar toch de meeste mensen het liever niet over willen hebben. We hebben daar niet alleen daarover gesproken, hè. We hebben natuurlijk over heel veel onderwerpen gesproken waar mensen het ook wel graag over hebben. Ja. Maar vooral de onderwerpen waar mensen liever bij weg willen blijven, waar ze zich niet mee bezig willen houden. Dat die onderwerpen eigenlijk een ongelooflijke beweging hebben gebracht. Zo ook in mezelf, dat ik daarover kan spreken, kleinschalig als het ware, dat mensen daarop gaan reageren en dat er zoveel mensen gereageerd hebben van wauw, wat fijn dat hier nu eens een keer aandacht naar wordt besteed. Ook al is dat maar eventjes in een top aanraking. En dat soort reacties, die natuurlijk nu nog steeds gewoon plaatsvinden, geeft gewoon voor mijzelf in de afgelopen 3 jaar dan, geven mijzelf heel veel, het zijn eigenlijk een soort cadeaus. Het zijn ook prikkels van het doet het toe, het is zo fijn en belangrijk, het wordt breed gedragen. Ja. En dat heeft voor mij heel veel, kracht heeft mij dat gegeven. En heel veel dankbaarheid, maar ook heel veel harmonie in mezelf. Van dat het niet iets is waar ik alleen over durf te spreken, maar waar zoveel mensen dus over durven te spreken. En dat is natuurlijk, dat is wat er vooral bij mij gebeurd is. Zowel over de mooie dingen als ook over de moeilijke dingen, dat daar gewoon allerlei beweging over is gekomen. Ja, en wat het voor mij nog meer gebracht heeft, is dat er heel veel mooie vriendschappen in de zin van contact uit zijn ontstaan. Ik heb zelf zo ongelooflijk mooie mensen mogen ontmoeten. Ook mensen die heel mooi zijn en ontzettend vervelend tegen mij deden en of doen. Maar dat maakt ook niks uit. Zoveel contacten ontstaan. Je komt werkelijk en wezenlijk met elkaar in contact. En als je dat contact, dat menselijke contact, dus van mens tot mens, als je dat laat ontstaan, dat je dat niet afsluit met je het niet met elkaar eens bent, maar juist die toenadering tot elkaar wel aan durft te gaan, dan ontstaan daar hele bijzondere, krachtige, diepe, wat ze sporen achterlaat in je hart, dat is bij mij dus ook veelvuldig gebeurd, laat het zoveel warmte achter en zoveel kracht, en dat is over en weer is dat gebeurd, ook naar mij toe. En dus er zijn heel veel contacten uit ontstaan. En dat zijn contacten
met mensen die al heel lang bezig zijn met de invloeden die hier op de aarde zijn, die niet echt prettig zijn. Maar dat zijn ook contacten met mensen die daar nog helemaal niet mee bezig zijn geweest. Hè? Dus met heel, door de volgeverfde spirituele mensen, die echt alle lagen van spiritualiteit en religie en gnostiek, et cetera, hebben doorlopen, die tot in de details zijn gegaan en dus ook met mij in gesprek wilden gaan en ik ook met die mensen in gesprek wilde gaan. Dus er is ontzettend veel gebeurd en vooral dat heeft mij heel veel warmte en heel veel extra inzicht ook gegeven van hoe bepaalde dingen hier ook werken, ook naar mij toe en in mezelf. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus, en daarnaast natuurlijk ook heel veel belachelijk gemaakt door mensen. Als voetvee gebruikt, mensen die dwars zijn, die vervelend zijn, mensen die negatief zijn en proberen het verhaal van Martijn niet aan te pakken, maar vooral Martijn aan te pakken. Dus dat heb ik ook meegemaakt, maar ja, dat heb ik al eerder gezegd, daar ben ik niet gevoelig voor. Niet dat ik dat nou echt leuk vind, want voor mij hoeft het allemaal niet, maar ook dat is gebeurd en dat hoort er allemaal bij. En dat is een bijzondere reis, waarin veel mensen elkaar ontmoeten. En als het ergens om gaat, is dat mensen elkaar ontmoeten, want we leven in een wereld waar zoveel verdeeldheid is en zoveel mensen elkaar ondermijnen en tweespalt wordt gezaaid. En als je daar dus doorheen durft te stappen, dwars door al die weerstanden heen en wat je hoofd je ook vertelt, wat je zou moeten zeggen of moet voelen, ja, dan kom je dus weer met elkaar in contact. En dat is eigenlijk de hoofdboodschap. Mm-hmm. Ja, dat is echt een ontzettend mooie reis. En dat heeft mij heel veel verrijking gebracht. Ja. En ook heel veel extra bevestiging in datgene wat ook ik een stukje kon doen. Dus ik ben amper begonnen. Dat heeft het mij heel duidelijk gemaakt. Ja. Ja. En daarnaast inzichten in hoe ver mensen ook durven te gaan. En ook willen gaan om te onderzoeken hoe het een en ander zich verhoudt tot de wereldse gebeurtenissen. Ja. En dus ik heb heel veel mensen gesproken die mij wilden corrigeren. En mij begonnen aan te spreken over het Christusbewustzijn, over het Argontenbewustzijn, hoe dat in elkaar zit, de nieuwe wereldorde, et cetera, et cetera. Dus vooral ook heel erg binnen die dwarsverbanden van hoe dat allemaal in elkaar vervlochten zit, naar mij toe spraken. Maar ik denk dat er heel veel inzichten extra zijn naar voren zijn gekomen. De primaire doelstelling, als ik die zou mogen benoemen als een doelstelling, is dat ik vooral zaken bespreek die in eerste instantie ontkend worden of in een bepaald frame worden geplaatst. Want zo is het en niet anders. Dat wordt ontmanteld, wordt afgepeld en we teruggaan naar de kern van waarom wordt dat landschap waarin jij leeft zo vervuld en vervuild met allerlei scenario's wat er aan de hand zou moeten zijn. Wat is er aan de hand? En het gaat dus primair over die kracht in de mens. Ja. En dat is de godskracht van origine. En dat is waar ik steeds over spreek. Ja, je bent ook een beetje, in het begin toen ik jou leerde kennen lag de focus heel erg op het buitenaards contact. Op een gegeven moment ben je ook echt een paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn gaan noemen. Ja. En dus daar ben je ook veel meer over gaan spreken eigenlijk. Zeker. En dus daar maak je zelf een reis in. En daar maken we met z'n allen ook een reis in. Dus ik heb het ook heel mooi gevonden om mensen eigenlijk van alle geledingen van de maatschappij te horen die geraakt zijn door de, diep geraakt zijn door de uitzendingen. En als we, als jij nu kijkt naar vanuit welk paradigma jij spreekt, je hebt het over een paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn, kun je daar iets collectiefs over zeggen van waar we, of we een bepaalde reis hebben gemaakt toen je, laten we zeggen, 4-5 jaar geleden ben begonnen te spreken openlijk over dit soort zaken en waar we nu staan? Nou, laat ik daar gewoon vooral geen mooie prietpraat en hoopgevende signalen over afgeven. Ik ben niet een spiritueel mens, zeker een guru die kon vertellen dat er allemaal beter voor staan dan ooit tevoren. Het is wat je er zelf bij kunt ervaren. Ik heb gesproken over hoe het frequentieveld in mijn leven, wat als een informatiebewustzijn gezien kan worden, reageert op hoe wij naar de werkelijkheid kijken en onszelf daar een plek in geven. Mm-hmm. Dus in die zin kan ik niet zeggen dat het beter of slechter is geworden, maar dat is heel erg vooral op basis van de individuele ervaringen van de mens. Dus dit is veel groter en ik wil dan even aansluiten op wat jij net zegt over dat ik ben begonnen over het spreken van buitenaards contact. Mm-hmm. Ik spreek nog steeds over contact, dat is een van de primaire delen
binnen het hele verhaal waar ik over spreek, dat er contacten zijn met andere werelden, met andere beschavingen, met andere intellectuele, spirituele wezens, waaronder ook vele mensen. Daar blijf ik ook over spreken, maar ik heb het woord thema gebruikt van buitenaards contact, omdat vooral onder de naam buitenaards contact zo'n enorm gestigmatiseerd en ook bijna een religieuze orde van gelovers achter schuil gaat in een bepaald format. Mm-hmm. Dus ik ben daarover gaan spreken en ik heb daar ook veel mensen mee gechoqueerd, omdat ik daar fundamentele dingen over heb uitgesproken die vaak niet klopten bij wat de mensen dachten van wat buitenaards contact is. Ja. Dus daar heb ik de inzet in gemaakt om vervolgens af te pellen waar buitenaards contact of contact uit andere werkelijkheden, bezoekers uit andere werkelijkheden, wat de dwarsverbanden zijn tussen de wijze hoe deze bezoekers en visitaties aan de aarde, aan onze werkelijkheid, dus aan jouw werkelijkheid, hoe zich dat verhoudt tot wie jij bent en hoe je de werkelijkheid ervaart. En in die zin wil ik eigenlijk zeggen dat het tot nu toe weinig veranderd is, tenzij jij zelf verandert. Tenzij jij zelf verder kunt kijken en voorbij alle opgelegde vormen die andere mensen vertellen, dus ook die Martijn vertelt, dat je daar doorheen durft te kijken. En dat is eigenlijk wat mijn antwoord is op jouw vraag. Ja, hoe staan we nu voor? Wat is er veranderd? Nou, ik denk dat dat heel erg lastig is om te antwoorden. Want als we naar buiten kijken van hoe de wereld eruit ziet, dan zien we eigenlijk dat we in een sneltreinvaart gepresenteerd krijgen het beeld dat steeds slechter en beroerder wordt. Mm-hmm. Maar het gaat erom wat de innerlijke bewustzijn in de mens, hoe zich dat manifesteert, hoe zich dat laat zien. En daar vindt een enorme versnelling en uitbreiding plaats bij vele mensen. Mm-hmm. Hoewel er heel veel mensen zijn die nog dichter klappen dan ooit ervoor. Ja. Dus, ja, en dat is iets dat kun je dus niet noemen buitenaards contact. Dat kun je eigenlijk ook niet zeggen, dat heeft te maken met een paradigmaverschuiving, maar het heeft te maken met het inladen van alle mogelijke scenario's die je maar zou kunnen bedenken wat er gaande is op de aarde, waar de aarde een onderdeel van is, van een nog veel grotere kwantumwerkelijkheid. En dat kun je niet in een paar uitzendingen even benoemen. Dat is gewoon lastig. Je hebt het wel eens gehad over dat er softwareaanpassingen zijn gemaakt op basis van ons bewustzijn, die verruimt. Hoe moet ik dat dan zien? Die downloads of uploads waar je dan net over spreekt? Nou ja, het woord software laat eigenlijk een soort energie ontstaan alsof het een computerachtige gebeurtenis is. Maar misschien moeten we toch wel even software durven noemen. Mm-hmm. Omdat als we durven veronderstellen dat onze werkelijkheid zoals we deze waarnemen, wat we denken dat we dus waarnemen, gebaseerd is op een script, dan moeten we dus zeggen, nou, dan is dat script eigenlijk softwarematig in elkaar gezet. Ja. Door wie en door wat, daar spreek ik dus in detail over. En ik denk ook dat dat ook is waar de mensen naartoe moeten durven gaan. Maar er vinden dus aanpassingen plaats binnen dat script. En er vinden aanpassingen plaats binnen de werkelijkheid die wij ervaren, dus binnen die software. Maar het is nu aan ons de taak, wij zijn degene die in deze werkelijkheid aanwezig zijn, die deze werkelijkheid ervaren. Het is onze taak om zelf vanuit een diepliggende kracht, vrij van geloof, vrij van aannames, van overtuigingen en een handvatten die je vast moet houden omdat het zo zou moeten zijn, dus elke vorm van afhankelijkheid om dat af te leggen en zelf dus weer die software te gaan veranderen. En dat doe je dan niet buiten jezelf, maar dat doe je binnenin jezelf. Hmm. Dus, maar er vinden ook aanpassingen plaats door observaties van buitenaf. En dat is zowel afkomstig van intellectuele beschavingen die de aarde bestuderen en dit universum bestuderen als een losstaand hologram, een bewustzijnsveld, met allerlei andere ideologieën en doelstellingen. Maar dat is ook observaties door mensen en niet-mensenachtige wezens die onsterfelijk zijn en uit een wereld van origine de observatie verrichten. Mm-hmm. Dit is zo ontzettend groot en eigenlijk is er helemaal niets moeilijks aan. Je moet alleen deze zaken tot je bewustzijn door de laten vloeien. Dus ook dat is eigenlijk dit hele onderwerp, en dat heb ik natuurlijk ook vaak wel gehoord hè, van mensen die zeiden, Martijn, nou ga je eindelijk over bepaalde dingen spreken, en dan ga je zo moeilijke onderwerpen aankaarten, waarom niet gewoon veel eenvoudiger? En dan zeg ik van, ja goed, het is eenvoudig, alleen we moeten eerst onze manier van denken en onze manier van voelen, moeten we eventjes een beetje een passende plaats maken en anders gaan luisteren naar wat onder andere ik vertel en vele andere mensen. Maar je kunt niet zoiets groots, waar wij nu mee te maken hebben, waar de mensheid nu een onderdeel van is, van deze aarde, kun je niet op een hele simpele manier eventjes terugbrengen in een paar woorden. Mensen die zeggen dat dat wel kan, hebben gewoon geen idee wat ze zeggen.
Ja, en ik hoor ook wel eens vaak, ja, als je het niet in kindertaal kunt uitleggen, snap je het zelf ook niet. Now you wouldn't believe it. Dat is echt een prachtige mooie uitspraak, maar zo werkt het gewoon niet. Nee. En we moeten wel begrijpen dat de manier hoe onze hersenen werken, want dat is wel in dit lichaam, we zijn meer dan onze hersenen. Maar we moeten wel begrijpen dat de manier hoe onze hersenen werken, dat is een software script. Dus je kunt ervan uitgaan dat dat deeltje wat wij kunnen bevatten met onze hersenen, dat is maar een zandkorrel in een oneindige woestijn van nog hele andere manieren van denken en voelen. Dus als je dat wil gaan benaderen, nou, dan heb je wel wat werk te doen. Ja. Nou, en ik dacht, na 26 uitzendingen ongeveer, dacht ik van nou, nu is wel, en dat voelde ik ook, en dat wisten we ook allemaal dan met elkaar, nu is het ook even goed en klaar, hè, om te kijken van wat gebeurt er nu meer in mezelf. Ja. En die tijd had ik ook natuurlijk nodig. Dus, maar er zijn software aanpassingen gaande en realiteitsaanpassingen, en dat is eigenlijk voortdurend aan de gang. Hè, want er is een informatieoorlog gaande die zich richt op de manier hoe de mens denkt. Hoe jij denkt, hoe ik denk, hoe ik de wereld ervaar, hoe jij de wereld ervaart. Ja. Het is een propaganda informatieoorlog die er om gaat om de perceptie van het mensenbewustzijn te beïnvloeden, te besturen en het menselijke bewustzijn in een collectief bandbreedte te brengen waarin zij als beschaving eigenlijk aangemerkt kan worden als beschaving X. Zij hebben die overtuiging. En in feite gelooft de hele menselijke beschaving, afgezien van de mensen die nergens in gelooft gewoon op een bepaalde manier in een kracht of een macht die groter is dan zichzelf. Mm-hmm. Mensen die atheïst zijn, die zijn toch vaak wel in de overtuiging dat de regering of leiders een grotere macht en een grotere kracht vertegenwoordigen dan zichzelf. Dat is hetzelfde als dat je het gevoel hebt dat er een historisch persoon is, of dat er een god is die meer kracht en macht heeft dan jezelf. Of een andere beschaving die het beste met ons voor heeft, die voor ons de rommel en de niet begrepen zaken op komt lossen. Ja. En dat onze taak is om daar los van te komen, terug te keren naar een innerlijk bewustzijn waarin we voelen dat we een taal in ons dragen, dat is een vibratie, dat noem ik de godskracht. En dat we vanuit deze taal, dat innerlijke gevoel en het innerlijk weten, hebben we dat terugvoelen en dat we vanuit die taal gaan communiceren. Ook letterlijk communiceren. Dus voelen, maar ook vanuit die taal communiceren. En veel mensen die spreken over buitenaards contact, veel mensen die bezig zijn met bewustzijn en spiritualiteit, die hebben gewoon geen notie van dat ze die kracht echt in zichzelf dragen. En als ze dat wel weten, hebben ze vaak nog niet eens een notie van wat die kracht precies is. En dat geldt natuurlijk niet voor alle mensen, maar in de afgelopen jaren heb ik wel ervaren dat het een heel grote dobber is voor de meeste mensen. Ja. En dat is ook niet erg, en ik bedoel daar ook helemaal niets mee, maar het is wel een vaststelling. Ja. Dus we hebben gewoon het werk te doen. Laten we elkaar daar gewoon eens in inspireren. Ja. Ja, en het is niet zo dat ik alles weet, helemaal niet. Ik weet in het geheel eigenlijk niets, behalve dat stuk wat ik wel weet. En daar wil ik graag over spreken. Want dat is mijn expertise en mijn talent. Dus zo sta ik ook open voor alle andere mensen die hun expertise en hun kennis en ervaring ook willen inbrengen. Over de informatieoorlog die gaande is, haalde je net even aan. Een praktisch en zichtbaar aspect daarvan is wat er nu op Google en Facebook en Twitter en YouTube gebeurt. En dat er eigenlijk grote gezondheidssites met name gecensureerd worden. In Nederland ook, ik geloof Leefbewust.nu, die met een paar honderdduizend volgers eraf is gegooid. Maar ook Alex Jones, die nu van de social media is gegooid. Heb jij daar zelf ook mee te maken gehad? Nou, ik heb in die zin wel mee te maken gehad dat ik op een gegeven moment een bericht kreeg van Facebook dat ik mijn website of mijn pagina niet meer kon bijwerken, aanpassen, geen berichten kon plaatsen. Nou, dat vond ik op zich al heel bijzonder dat dat niet kon. En dan doe ik dat zelf heel weinig, want ik ben daar eigenlijk heel erg weinig mee bezig. Maar goed, toch de stoute schoenen aangetrokken en geluisterd naar wat er op het scherm verscheen. Want daar stond namelijk van neem contact op met Facebook. Nou, en ik ben heel volgzaam, dus ik heb gelijk contact opgenomen met de medewerkers op Facebook. En aangegeven, nou, jullie adviseren om contact met jullie op te nemen. En toen vroegen ze aan mij waarom. Nou, toen heb ik gezegd, ja, dat heb ik niet gezegd, alleen dat het nodig is. Dus hier ben ik. En toen bleek dus na veel vragen over en weer dat ze de account hadden nog niet gedeactiveerd, maar in een soort rustsituatie hadden gebracht, dat ik dus niks kon veranderen.
Omdat ze wilden weten of datgene wat ik uitdraag en de bijeenkomsten en mensenonderlijke ontmoetingen en wat ik vertel, of dat wel echt plaatsvond en of dat niet fake was. Met andere woorden, dat als je dus naar een samenkomst komt, dat dat er dus helemaal niet is. Mm-hmm. Dat was eigenlijk wat ze daar vroeg. En toen zei ik van ja, hoe kan ik het aantonen? En toen vroegen ze om een legitimatiebewijs. En toen zei ik, nou volgens mij kun je dit alleen maar aantonen door gewoon te komen. Dus ze zijn eigenlijk van harte uitgenodigd om eens te komen kijken of het ook echt werkelijk zo is wat ik daar vermeld. Ja. Nou goed, daar zijn ze niet op ingegaan. Maar ik heb dus uiteindelijk mijn legitimatiebewijs opgestuurd aan hun via een scan. Daar vroegen ze om en toen kreeg ik netjes nog het bericht van ja, u hoeft niet het paspoortnummer en het BSN-nummer te tonen. Dat mag je gewoon zwart maken, dus dat heb ik ook zwart gemaakt. Dus uiteindelijk kregen ze gewoon een scan met mijn gezicht erop en een paar gegevens en mijn lengte. Ja. Nou, zo lang ben ik niet. Dus, en dat was het. En toen kreeg ik een beetje van nou, dank u wel voor de gegevens. Maar dan kunt u vanaf nu weer gebruik maken van plaatsen van een artikel. Maar het was dus wel een soort check-up. He, dus er wordt wel een check gedaan. Nou, verder heb ik eigenlijk op dat gebied helemaal geen tegenwerkingen of ontmoedigingen of dergelijke. Althans, ik ervaar dat gewoon ook niet zo. Ja, maar... Ik ben niet zo dat ik geen tegenwerkingen heb. Daar zouden we best wel eens een paar uitzendingen aan kunnen wijden van wat ik allemaal tegenwerkingen heb. Maar het gaat niet over mij. Nee. Het gaat over wat we met elkaar neerzetten. En ik vind het op zich al, ik vind het op zich al super interessant dat er zoveel aandacht wordt gegeven aan... En bijvoorbeeld Alex Jones, die dan geband wordt door Twitter, Facebook en al dat soort grote tech-giganten. Ik begrijp wel dat een soort stof doet opwaaien, dat mensen daar iets van vinden en iets over wordt gezegd. Maar we hebben het daar toch al jarenlang over gehad dat het eraan zit te komen. Ja. Dus dan denk ik van ja goed, nu is het zover en dan kun je zeggen, nou we hoeven er niks meer over te zeggen, want het staat in de archieven, dus daar staat het al. We moeten vooral gaan kijken van wat gebeurt er nu en hoe ga je nu verder. En je moet je niet laten meenemen door de ontmoediging, maar je moet kijken van waar ga ik voor? Wat is mijn boodschap binnen mezelf? Wat voel ik daarbij? Zit ik nog steeds op mijn zuivere spoor in lijn met wat ik van binnen in mezelf draag? En daar moet je naar terugkeren. En ik denk en ik weet zeker dat als je daarvan afwijkt, dat je ook heel erg schendbaar wordt voor allerlei aanvallen van buitenaf. Of vatbaar wordt voor aanvallen van buitenaf. En ik begrijp wel dat mensen het daarover hebben, over Alex Jones, want kijk, we hebben hier wel te maken met dat dus kennelijk, en dat weten we allemaal al heel lang, grote private ondernemingen in staat zijn om meningen gewoon te bouncen. Hè? Dus dat je geen artikelen meer kunt plaatsen. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Ja. Dat is ook heel zorgwekkend. Maar het gaat om iets anders. Ja. En dat is wat ik ervan wil zeggen, is dat we heel goed moeten opletten als mensen hier op deze aarde, heel goed moeten opletten, dat er een spel wordt gespeeld door ons heen en dat wij de schaakstukken zijn op het speelbord. En wij zijn niet degene die de schaakstukken verplaatsen, maar dat zijn andere krachten die door ons heen regeren en reageren. Dat is waar ik het steeds over heb en daar moeten we ons bewust van worden. Als we daar bewust van worden, kunnen we zelf weer gaan schaken. Juist. Dus dat is... En dus je kunt je slachtoffer voelen bij alles wat er gebeurt. En ja, het is ook heel erg moeilijk wat er op deze wereld gebeurt. Maar je hebt de keus. Ga je mee in de strijd en de ontmoediging? Of sta je op in jezelf? Check je nog eens goed af van wat is nu werkelijk mijn diepste boodschap? Ga ervoor en zet opnieuw je beste beentje voor. En dat is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je diep in de problemen zit. Maar toch steeds terugkeren op dat basisstuk. Want anders blijf je in een hele verzuring hangen. En weet je, en het zijn de krachten die spelen dus door de mens heen. Die vinden het fantastisch dat jij verzuurd bent. Nou, dat ga ik niet doen. Nee. En ik denk dat we dat met elkaar gewoon echt moeten gaan onderzoeken. Ja. Ja. Op allerlei manieren. Ja. Kijk, en we hebben al heel veel gesproken over virtual reality, alternatieve werkelijkheden die er gewoon zijn. Deze werkelijkheid die wij hier ervaren is niet statisch. Die is een voortdurend verandering. Is er gaande in het veld wat wij te zien krijgen, wat wij als zodanig ervaren. Als we daarna gaan kijken en we gaan het onderzoeken, dan komen we uiteindelijk op de hoofdvraag van waarom is dit allemaal? Waarom is er zoveel afleiding? En dan komen we dus weer terug bij onszelf. Er is dus iets in ons aanwezig, wat kennelijk zo krachtig is, en kennelijk zo belangrijk is, dat we dat niet mogen weten. En voor de mensen die het denken te ontdekken, daarvoor zijn allerlei andere troefkaarten tussen geschoven om te zorgen dat je het niet ontdekt. En toch is het precies aan de gang. Veel mensen ontdekken waar het om gaat.
En ik vind dat een hele mooie reis. En ja, ik merk gewoon dat het nu ook de tijd is om daar gewoon dieper op in te gaan. Ook zaken steviger en krachtiger te benoemen. Ik heb bijvoorbeeld weinig tot nooit gesproken over de dialogen die ik heb gevoerd met mensen uit andere werelden. Dat zijn voor mij geen buitenaardsen. Het zijn mensen uit andere werkelijkheden. Mm-hmm. Voor hen ben ik op dit moment iemand uit een andere werkelijkheid, zoals ze mij voordoen in deze werkelijkheid. Daar zou ik graag meer over gaan vertellen, hoe het gaat in andere werkelijkheden, hoe de levenskracht binnenin wordt ervaren, wat schoonheid en zuiverheid is, wat liefde voor de kinderen is, hoe die werelden zichzelf eigenlijk in een hele natuurlijke beweging in leven houden, waardoor er dus geen sterven is, oneindig bewustzijn in een vorm. Er is zoveel te bespreken, zoveel moois. Het is niet voor niets dat andere beschavingen uit andere werelden afzijdig zijn en de aarde bezoeken zoals ze dat nu doen. En daar moeten we echt naar gaan kijken. Heb je daar nog steeds continu contact mee? Of is dat niet iets... continu, niet continu. Nee, dat zou het zijn, want dan zouden we hier nu niet samen zitten. Hmm. Maar recent? Jawel, mijn contacten gaan altijd door, ja. Ja. Maar daar praat ik niet zoveel over, omdat ik heb gemerkt dat mensen daar... op de een of andere manier in een soort afhankelijkheidsreactie, ja, een afhankelijkheid gaan komen. Ja, dus ik ben, mijn ervaring als ik daarover gespreken, willen mensen nog meer weten en dan moet ik verhalen gaan leveren. Ah, ja. En dat vind ik een heel lastige, daar heb ik ook heel weinig over gesproken. Ik ga er wel meer over spreken, maar wel in verhouding dat we dus goed begrijpen van dat het geen afgezanten zijn uit een hoger wereld. Mm-hmm. Maar het zijn wel verhalen, ik kan, als ik voor mezelf spreek, als je erover spreekt, het is een verhaal met heel veel impact. Hè? Het is heel veel leven zit daarin, en heel veel, ja. En een heel doorstraald perspectief van ja, misschien wel thuis. Of, hè? Dat heeft veel impact. Ja, nou, er komen krachtgolven vrij. Kijk, deze hele werkelijkheid is een op trilling gebaseerde werkelijkheid. Alles is informatie, alles is bewustzijn. Noem het software of bewustzijn, maakt allemaal niks uit. Mensen die zeggen, ja, maar het is bewustzijn, dat is iets heel anders dan software. Oké, als jij dat zo ervaart, dan moet je het vooral zo voor je houden. Maar houd ook rekening mee dat het software en bewustzijn in bepaalde werkelijkheden heel erg hetzelfde is. Maar inderdaad, die trillingen, als ik over bepaalde onderwerpen spreek, dan is dat niet de woorden alleen, maar is het ook mijn bewustzijn wat daar iets over zegt. Ja. En dat vind ik ook heel erg interessant en ook erg leuk dat ik van de afgelopen jaren ook wel feedback heb gekregen van mensen, over reacties heb gehad. En de mensen zeiden, nou weet je Martijn, jij praat over bepaalde onderwerpen en dan zit ik met een panel thuis en dan zie ik dus dat de panel uitslaat dat jij dus helemaal vanuit het argonbewustzijn spreekt. Je bent zelfs een cyborg. Hè? De uitslag. En dan hoor ik van andere mensen, je bent in zo'n liefde, wat knap en wat fijn dat jij vanuit je analoge kracht zo vasthoudend kunt spreken over die onderwerpen. Dus, maar kennelijk zijn er heel veel mensen die zijn dan in dit voorbeeld, dat is ook werkelijk gebeurd, aan het pendelen, mm-hmm. maar ze hebben allemaal een andere uitslag. Ja. Sommige mensen zitten met bovenzwaarden te meten. Mm. Ja, jouw bovenzwaarde was zo ontzettend hoog. En bij dan, nou, jouw bovenzwaarde zakt helemaal naar beneden. Je komt helemaal in een negatieve spanning terecht. Maar wat meet je? Je meet de perceptie vanuit jouw hologram, de manier hoe jij kijkt naar de ander. Mm. Wat er in jezelf gebeurt. En natuurlijk is het zo, als je over hele mooie, krachtige dingen spreekt, en ik spreek uit mijn eigen ervaringen, dan worden die eigen ervaringtrillingen worden ook in beweging gezet. Mm-hmm. Dus over positieve, krachtige, mooie dingen, zijn krachtige trillingen, die komen in beweging. Die zend ik ook mee uit. Ik ben gewoon open, dus ik zend het gewoon uit. Ja. Dat betekent ook, als ik over moeilijke dingen spreek, of eigenlijk over hele gevaarlijke krachten, hè, om het maar gewoon even zo te noemen, dan is het ook zo dat mijn bewustzijn in dat moment in verbinding is met die krachten. Mm-hmm. Maar ik kan dat gewoon bespreken zonder in die krachten verzeild te raken. Omdat ik mijn eigen kracht heel goed weet hoe dat werkt. En ook vooral wat de godskracht is, die ik in mezelf eer en ten diepste in mijzelf draag. Maar dat betekent wel dat hij meetbaar is als een ander de perceptie heeft van hé, hij praat daar nu over. Dat zijn al hele interessante dingen. En dat is gewoon zo ontzettend belangrijk om te onderzoeken van wat is nou eigenlijk een werkelijkheid? Wat is nou een waarneming? Wat doet de waarneming van mij, met de manier hoe ik naar de waarheid, naar werkelijkheid kijk, wat doet dat met die werkelijkheid? En ook iets anders, is datgene wat ik voel bij deze werkelijkheid, van invloed op die werkelijkheid, maar als de persoon die naast mij zit iets heel anders voelt over diezelfde situatie, in hetzelfde moment, hebben we dan alle twee
alle twee tegelijkertijd invloed op datzelfde wat waargenomen wordt, of niet? Nou, weet je, en dat, die schil die moet open. En dan kom je in zoveel thema's terecht, hoe mensen gemangeld worden door allerlei trauma's en pijnstukken, hoe het kan dat er één blij is en de ander boos is, ook naar mij toe, blij is, boos is. Het is gewoon magnifiek. Het gaat om zuiverheid. Het gaat om dat je werkelijk met elkaar alles durft te bespreken. Niet aanvallen, maar elkaar ondersteunen. Dus niet tweedeling, maar zorg dat je vanuit een bepaalde samenspraak iets kunt doen. Niet manipuleren en een ander proberen onderuit te halen, maar gewoon open en transparant, zonder aanval, iets vragen. Dat is het mooiste. En dat is eigenlijk wat we dus op deze aarde niet doen. Iedereen valt elkaar aan, iedereen buit het over elkaar heen, iedereen wil de waarheid vertellen. Maar als er een ultieme waarheid is, buiten alles om wat wij hier zien als waarheid, waarheden, als er een ultieme waarheid is, dan moeten we niet raar opkijken dat als die ultieme waarheid op een aantal zeer belangrijke punten sterk afwijkt van wat wij wenselijk achten, dat dat niet helemaal uitkomt, dat dat dus wel zo zou kunnen zijn. Of voelen wat prettig is. Precies. Ja. Ja. Dus hoe diep gaat het onderzoek? En de afgelopen jaren hebben wij met elkaar daar veel over gesproken. En ik vind het ook heel erg moedig wat je ook hebt gedaan, want wij hebben toen in het begin ook nog wel eens in Groningen gesproken over, toen ik tegen jou gezegd heb van Arjan, wees je wel bewust dat als je gaat spreken, ook al is het maar in een beginstadium, als je gaat spreken over onderwerpen waar wij het nu met elkaar over hebben, dan raak je, nogmaals, ook al is het alleen maar in een oppervlakte, je raakt in vibratie een gigantisch groot geheim raak je aan. En er wordt niet geapprecieerd dat mensen met hun bewustzijn aan zones durven te komen, dat die zones verandert als menselijk bewustzijn zich daarover gaat buigen. Dus je zult tegenwerking krijgen. En ieder mens komt onvermijdelijk dan ook in bepaalde oorzaken gevolgen terecht. En dat heb jij ook meegemaakt. Iedereen, van mensen thuis, ook ik, wij allemaal. Maar dat is inherent aan ons onderzoek. Ja, ik had niet kunnen bevroeden op dat moment wat we eigenlijk zijn aangegaan. Geen flauw idee. Maar wel in de onderlaag gevoeld natuurlijk. Dat dat niet zomaar even wat was. Maar de reis is nog steeds gaande. Ja, wat ik zelf heel erg mooi vind en heel plezierig vind. En dat is ook waar ik, zoals ik als kind ook geboren ben. En eigenlijk was iedereen gewoon. Is mijn verbinding met de natuur en met de kinderen en mijn verbinding met de dieren. Dat zijn voor mij, ik heb natuurlijk in die crowdpower uitzendingen heb ik veel gesproken over, zeg maar, je zou kunnen zeggen het hele web van intriges, propaganda's, ook spirituele propaganda's en religieuze propaganda's, dat we binnen het web van al die intriges hebben we een paar kruispunten aangeraakt, benoemd. Die hebben aangeraakt. Ik kan dat ook alleen maar doen omdat ik zo in verbinding leef met de natuur. En mensen hebben mij vaak ook op die manier natuurlijk alleen in de uitzendingen gezien. Maar ik merk gewoon, en dat is voor mij een van de meest belangrijke elementen, dat het communiceren met de natuur, mijn liefde voor de natuur, mijn liefde voor de geuren. Ik heb 2 dagen geleden hier buiten tussen de kruiden gelegen die ik af had geknipt omdat het heel groot was. Kruiden ook weer bruikbaar zijn, heb ik tussen die kruiden gelegen en ik voelde van zo'n diepe emotie in mezelf. Zo'n diep gevoel van verbondenheid en zo'n ander bewustzijn dat ook echt met de aarde, met de planeet te maken heeft. Ook al is het allemaal een softwarematig script, daar komen we op een ander moment echt nog een keer op uit. De emoties die ontstaan, die zijn waar. Dat ik pakte die kruiden en ik ruik. Ik adem dat in en ik doe dat 2, 3 keer en ik voelde zo'n tinteling op mijn lichaam gaan en de tranen liepen over mijn wangen. En ik voelde de kracht in mezelf, als mens, voelde ik de kracht in mezelf van de schepping, de kracht van de verbondenheid. En ik voelde die kracht in hetzelfde moment ook in de geur die ik rook en ik voelde hem terug in de zon en in de natuur. Zo leef ik en af en toe wordt het dan heel, heel extra uitvergroot. En vele mensen kennen dat. Jullie kennen dat thuis ook. Jij kent dat ook. En voor mij is dat is iets waar ik dan niet zoveel over heb gesproken. Omdat we natuurlijk over die kruispunt hebben gesproken. Van dat web.
Maar dat is zo fundamenteel. Het is voor mij zo'n ongelooflijke bakermat om hier op deze wereld, in deze werkelijkheid te kunnen zijn. In relatie met de natuur en de dieren en de elementen. Hoewel heel veel reageert op basis van andere krachten die daar doorheen gaan. Ook door de bomen heen. Mm-hmm. Want het is heel belangrijk om dat te beseffen. Is het aan mij om steeds in mijn godskracht en in mijn innerlijke godskracht te staan. En te voelen vanuit de dankbaarheid en de eerbied aan alles wat leeft. Zonder dat het groter is dan ik of ik groter is dan dat. Dat ik die kracht in mezelf voel, de dankbaarheid, de warmte, de liefde. En dat ik voel dat die godskracht in mezelf is. En dat ik die ook buiten mezelf kan voelen in eerbied. En dat is zo'n diepe kracht. En dat is, ja, daardoor kan ik ook doen wat ik doe. Ja. Ja, dus dat is wat ik veelvuldig opzoek. De liefde die je krijgt van de dieren, dat is echt onvoorstelbaar fijn. Zo mooi. En ja, nou ja, goed, ik heb je vanochtend opgehaald en toen zaten we in de auto, toen reden we langs, jawel, een slachthuis. Ja. En dan staan daar, en het is dus niet een oordeel, hè? Dus mensen verwarren wel eens dat ik iets zeg dat het een oordeel is, het is alleen een waarneming. Dan rij ik langs dat gebouw en daar staan allemaal paardenwagens, trailers, ja. Rijen, voordat ik jou in de auto had, reed ik er ook al langs. De hele straat staat vol en dan worden die paarden worden uitgeladen. Je gaat naar binnen en je ziet de slager al buiten staan. En in het moment dat dat gebeurt, dan vertel ik dit, niet uit drama, voel ik ten diepste in elke cel van mijn bewustzijn, van mijn fysieke en niet-fysieke bewustzijn, voel ik diezelfde godskracht. Ik voel in dat moment zo krachtig de liefde van het leven in mezelf en van alles wat leeft, dat ik weet in dat moment, en dat is niet een geloof, ik weet in het moment dat het ertoe doet dat ik daar langs rijd. En dat ik in het moment, vanuit die kracht in mezelf, de innerlijke godskracht, de innerlijke creatiekracht, de innerlijke bron van liefde, dat ik die dus in beweging zet alleen maar door me bewust te zijn dat die dieren lijden. En dat is waar het om gaat. Je kunt lijden niet uit het lijden halen door te bidden aan een externe God. Je kunt louter en slechts keren tot jezelf, tot de ware lichtkracht in jezelf. En dat is een lichtkracht, dat is een emotie, dat is een scheppingskracht. Dat is zoiets veel groter dan deze paar simpele woorden. En het is niet iets abstracts, het is niet het oneindige licht. Het is iets heel concreets. En dat is waar ik over spreek, waar ik vandaan kom, wat ik weet. De wereld waar ik vandaan kom, waar eigenlijk alle bewustzijnswezens vandaan komen. Uit een werkelijkheid waar geen sterven bestaat, alleen het eindige, het oneindige leven is en geen eindig leven is. En dat is een hele fundamentele werkelijkheid die heel dicht tegen de werkelijkheid aan ligt zoals wij deze werkelijkheid ervaren hier. Alleen met compleet andere vormen en maten van natuurwetten, kwantumfysische wetten, kwantumwetten en ook scheppingswetten. Dat is gewoon fantastisch. En ook zijn we hier, mogen we het met elkaar bespreekbaar maken. Maar jongens, dat is toch fantastisch. Ja. Dat is mooi hoor. Je noemde net even dat er ook wat anders doorheen kan lopen, bijvoorbeeld ook bij bomen. En dat je, ondanks dat jezelf ankert in jezelf, als ik daar woorden aan moet geven. Maar wat moet ik me dan bij voorstellen? Dat als je, wat zie je, voel je dan dat er wat anders doorheen loopt als oorspronkelijke natuur? Als je een boom aan, als je dat ziet bij een boom bijvoorbeeld, ja. Of een dier? Dan neem ik even een slokje. Kijk. Veel mensen met het idee dat de werkelijkheid buiten ons een gezamenlijke werkelijkheid is. Mm-hmm. En dat het ook zo is dat wat we buiten onszelf waarnemen, dat dat er dus ook buiten onszelf is. Ja, deze stoel, ik heb de perceptie dat we dit beide zien als een stoel. Precies, dus we zien het beide als een stoel. Ja. En veel mensen hebben ook het idee dat, als er dus in dit geval met de boom, dat er door iets doorheen loopt, dat als er een andere kracht door een ander bewustzijn heen loopt, dat die kracht ook echt door die boom heen loopt. Maar nu komt de grote gebeurtenis die plaats heeft gevonden, waardoor er iets in werking is gezet op quantum cosmisch level, waardoor onze werkelijkheid onder andere is ontstaan. Dat betekent, wat er gebeurd is, er is in de kracht door die boom heen gegaan, maar de werkelijkheid die wij buiten onszelf zien, wat scriptmatig en eigenlijk een frequentieveld is, je zou het kunnen zien als een programma, maar het is wel een programma van een zeer hoge kwaliteit. En wat niet een kwaadaardig programma is van oorspronkelijkheid, maar wat gehackt is door verschillende krachten, dat zich eigenlijk
door ons heen afspeelt. En dat er dus door ons heen iets heen manipuleert wat zich nestelt in dat stukje code wat wij zien als een boom. Okay. Dus wat ik zeg is dat de invasieve krachten niet buiten ons zijn in die werkelijkheid die we waarnemen, maar zich afspelen binnen, simpel gezegd, op onze harde schijf. Wij moeten ons bewust zijn dat Argon en de invasies niet plaatsvinden in de werkelijkheid buiten onszelf, maar dat ze plaatsvinden in een compleet andere werkelijkheid, waar deze werkelijkheid die we hier ervaren zich afspeelt in onszelf. En die harde schijf is dan onderdeel van dit cyberbiologisch lichaam. Exact. Die wij eigenlijk zouden moeten besturen als we het bewust zijn vanuit ons kosmisch wezen. Precies. Nou, daar heb ik heel veel kennis over. Dat mag ik gewoon rustig zeggen. En het, ook daar wil ik gelijk even een kanttekening bij maken. Ik zeg dat niet om mezelf belangrijker te maken of dat ik ego heb. Maar sommige dingen moet je gewoon durven zeggen. Als we niet in staat zijn om dat van elkaar te accepteren, dat dat gezegd wordt, dan hebben we zelf een probleem. Dan zou ik zeggen van ga nou eens naar dat probleem kijken. Want als het niet geaccepteerd kan worden van dat ik dat zeg, wat valt er dan nog te accepteren van al die andere intelligenties en al die andere liefdevolle beschavingen die ons iets te vertellen hebben? Mm-hmm. Vraag je eens af waarom die mond daar aan de andere kant dicht blijft. Dus daarom spreek ik dus eventjes deze taal uit. Mm-hmm. Ik weet waar ik over spreek. Maar we moeten dus vaststellen dat het inderdaad een soort harde schijf is. Dat dit lichaam als zodanig ook eigenlijk al een onderdeel is van de vervuiling op een andere harde schijf. En dat we als wezens met ons bewustzijn in een avatarsysteem kijken waardoor we deze werkelijkheid ervaren. Dus we kijken per definitie in een fantastische, prachtige werkelijkheid. Maar wat er zich buiten onszelf afspeelt, dat kan op verschillende manieren kan zich allemaal afspelen. Maar terug naar dat voorbeeld met die boom. Dat als er iets door de boom heen gaat, dan zit dat niet in die boom. Maar het zit in mijzelf. Nou komt ie. Als ik dat door heb, wat er gebeurt, als ik door heb dat iemand anders op een hele invasieve manier met mij omgaat, of ik zie iets dat er bij een dier aan de hand is, of ik zie iets in een boom, waarschijnlijk buiten mezelf, als ik weet, zonder te bidden, als ik weet de innerlijke godskracht, volledig vol vertrouwen, geen afwijzing, helemaal niets, behalve innerlijk weten, zonder ego, helemaal vanuit de innerlijke rust. Als ik in mezelf weet hoe dat buiten mezelf eruit ziet in zuiverheid, als ik dat in dat moment weet, vindt er iets plaats en is het buiten mezelf ook weg. Voorbeeld, een hond die dus in dat moment in een invasieve kracht zit, oftewel er gebeurt iets door mij heen waardoor die hond buiten mezelf die gegevens, die data eigenlijk ontvangt, dus dat gedrag, dat stopt op het moment dat ik van binnen weet hoe het zit. Wij zijn de weters en de dragers van de kracht van origine. En dat is waarom de mens geframed is in persoonlijke ballast, in spirituele modellen, geloofssystemen en eigenlijk ook het syndroom van de persoonlijkheid eigenlijk niet kan overstijgen. Dus mensen zitten geframed in hun persoonlijkheid. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar bij de gratie van onbewustzijn. Ja, dat gebeurt eigenlijk bij, ja, dat klopt wel. Voor mensen die zichzelf heel bewust achten, dat ze het idee hebben, ik ben heel bewust, ik heb het heel goed voor elkaar, ik weet wat goed en kwaad is, ik weet wat liefde is, ik weet waar ik voor ga. Die mensen zouden zomaar in een diepgaand onbewustheidsfrequentieveld kunnen verkeren. Mm-hmm. Het zijn geloofssystemen. Mm-hmm. Waar de mens mee moet stoppen is te geloven, op elke manier. En hoe zie je dat dan bijvoorbeeld, als dat zo is, dan is dat natuurlijk op elk niveau zo. En dus dat is ook als je naar de tv kijkt en je ziet het nieuws. Alles. Met de gedoe wat er in de wereld aan de hand is. Dat is hetzelfde. Dus dat moet je dan teniet doen in jezelf. Ja, je zult moeten gaan achterhalen wat er met jouzelf gebeurt, in jezelf, door datgene wat zich buiten jezelf aandient naar jou. Dus dat kan een nieuwsbericht zijn, dat kan een heel goed boek zijn, dat kan een verhaal van iemand anders zijn, hoe goed, liefdevol of horrorfilm effect het ook op jou heeft. Je zult moeten kijken, wat gebeurt er nu in mijzelf? Mm-hmm. Je moet je ontdoen van de besturing die over jou wordt uitgerold of door jou heen wordt uitgerold. Simpelste voorbeeld is angst. Mm-hmm. Een angststoornis, ja? Iemand die een angststoornis heeft, die zal in een bepaalde situatie dus kiezen om daar zich uit terug te trekken door de angst.
iemand die die angststoornis niet heeft, die gaat daar gewoon dwars doorheen. Die gaat gewoon hopsa. Die doet gewoon datgene waar de ander niet toe in staat lijkt te zijn. Gaat die persoon nu de angst die in zichzelf afspeelt doorbreken? Of dat aan? Dan overstijg je dat. En dan komt er dus een innerlijke kracht tevoorschijn. Waardoor je in feite ook een soort herschrijving plaatsvindt. En ik noem het een recreatie plaatsvindt. In jezelf nieuwe informatievelden tevoorschijn gaat komen, wat ervoor zorgt dat er een verbreking gaat plaatsvinden tussen de oude patronen. Dus de uiterlijke wereld die kan hetzelfde blijven, maar de werkelijke verandering is in jezelf. Ja, en ik ben dus niet een goochelaar, ik ben ook geen hypnotiseur. Ik geef aan dat we in staat zijn om dingen in onszelf te veranderen, mm-hmm. maar dat we daarbij moeten beseffen dat wij de goden zelf zijn. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk om te beseffen, dat je dat niet per se in een bepaalde en op een bepaalde manier terugziet in jouw werkelijkheid, omdat er nog veel meer aan de hand is wat werkelijkheid nou is. Mm-hmm. Ja. En dat is natuurlijk gewoon zo'n ontzettend belangrijk onderwerp, want we hebben het gelijk direct over de creatiekracht. En een van de meest gestelde vragen die ik heb gesteld aan mensen die met UFO's bezig zijn, en met het hele buitenaardse fenomeen, is van, heb jij een idee? Je zegt dat wat je vertelt is dat je dus daarin gelooft, dat de aarde wordt bezocht door buitenaardse, et cetera, jouw beeld erbij. Heb je een idee hoe het komt dat het hele fenomeen zich aandient, of misschien wel juist niet aandient, op de manier zoals het nu gebeurt of juist niet gebeurt? Waarom op deze manier? Wat is er aan de hand? Kijk, en dan komen we dus op de onderwerpen dat andere intelligenties zich niet gaan bemoeien in de film die zich afspeelt, kennelijk in ons bewustzijn, die leidt tot deze werkelijkheid. We moeten dat in een heel ander daglicht gaan bekijken. Heel anders. Ja. Dus we komen eigenlijk ten diepste terug op de kernwaarde van wat het is om mens te zijn. Om liefde te hebben voor elkaar, maar ook liefde te hebben voor jezelf. Of je wel begrijpt wat liefde is. Of dat je liefde uit hebt gerold in een bepaalde manier van hoe je bent opgevoed of volgens een bepaalde overtuiging. Liefde is dat je ziet dat ieder mens gelijk is en dat je daar ook iets mee doet. Voor zover dat mogelijk is in die situatie. Liefde is dat je niet meer van het kind van jezelf houdt, maar even zoveel liefde kunt voelen voor het kind van een ander. Liefde is dat je begrijpt dat alle mensen in jouw werkelijkheid, in jouw hologram, unieke wezens zijn die gemaskerd zijn met een persoonlijkheidssyndroom. Liefde is dat je daar doorheen en overheen kunt stappen en kunt zeggen van, met alle pijn die jij mij bezorgt en die jij in je draagt en hoe je mij aanvalt en hoe je gedraagt, belet mij niet om te zien dat jij in de essentie een zuiver en krachtig wezen bent. Je moet goed begrijpen dat de manier hoe wij kijken als mensen naar de werkelijkheid, dat is de kracht van het goddelijke in onszelf, dat verstoord is. En dat ook de propaganda is die over ons en door ons wordt uitgerold. En de krachten die dat doen zijn vele malen intelligenter als dat er op dit moment nog maar één mens op de aarde is geweest die dat durft te bevroeden hoe intelligent ze zijn. Ja. Nou, en ik denk dat een hele grote vlag is die we kunnen uithangen. Hoewel je niet weet wat je te vieren valt, dat je kunt zeggen, maar als dat dan zo slim gespeeld wordt, dit gigantische scenario, nou, dan moet er toch wel iets heel bijzonders aan de hand zijn. En dat is het. Er is iets heel bijzonders genomen. Weet je, je kunt niet zeggen van, de aardse mens ziet er zo en zo uit. Stel, wij zijn nu met z'n allen ineens zo van de aarde af. Mm-hmm. Uit dit universum, uit deze werkelijkheid weg. Komen uit een heel diep gevoel van een slaap. We krijgen weer gevoel in een lichaam wat we eigenlijk helemaal niet meer wisten dat we dat hadden. Mm-hmm. Een lichaam wat niet bestaat uit vlees zoals dit, maar een lichaam wat bestaat uit zuiver bewustzijn. Maar wel echt ook een vorm heeft. We staan op, kijken elkaar aan, we geven elkaar een kus en een knuffel, en dan vloeit een traan, en we vragen aan elkaar, zou jij eens kunnen beschrijven wie de mens op de aarde is? Wat is dat voor beschaving? Daar is eigenlijk geen antwoord op mogelijk. Is dat een beschaving? Welke perceptie laat je hierop los? Waar richt je op? Hoeveel goede mensen zijn er op de blauwe planeet? Hoeveel mensen
zetten zich ten diepste in voor het leven, het behoud van het leven, binnen dat script. Wat er dus is. Die creatie. Wat geïnvaseerd is. Hoeveel mensen zijn er die zich daar totaal niet bewust van zijn? Hoeveel mensen staan er onder controle van andere krachten en zijn geleidegidsen? Die met de mooiste verhalen van geloof en warmte de mensen een rad voor ogen draaien. Zijn het dan negatieve, slechte mensen? Van buitenaf bekeken zou je kunnen zeggen, god, dat is toch eigenlijk wel lastig. Dat die mensen niet doorhebben dat ze een verhaal vertellen wat eigenlijk nog een grotere hoax is dan het spirituele model waar de andere mensen in geloven. De New Age. Terwijl als je eenmaal op de aarde bent, zul je zeggen, het zijn hele goede mensen, want ze brengen hoop. Ze brengen verlichting. Wat moet je over de mensen zeggen van deze wereld? Kun je zeggen hoe de aardse beschaving zich gedraagt? Waar staan wij voor met elkaar? Dat kun je nooit benoemen. Het enige wat wij kunnen doen, is die vraag aan onszelf stellen. Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? In welke waarheid leef ik? En er zijn heel veel manieren hoe je waarheid kunt definiëren, maar dat is allemaal afhankelijk van de perceptie en de groei van je eigen bewustzijn. Hoe je bent opgegroeid, waar je in gelooft. En er komt een moment dat de mens in staat is om de grootste waarheid ook nog zelfs te doorbreken en de ultieme waarheid waar we werkelijk vandaan komen terug te halen in zichzelf. En dat is gewoon niet een doelstelling. Onze uitnodiging aan onszelf is om menswaardig te zijn, met elkaar en naar elkaar toe. En ik denk dat we daar gewoon echt met focus en aandacht naartoe moeten gaan. Ons bewustzijn van de vele afleidingen, maar niet roepen van we gaan met z'n allen de Bietenbrug op en het wordt nog donkerder dan ooit tevoren. Nee, als we beseffen dat de projector hier binnenin zit om aanpassingen te verrichten, resonantie, reacties uit het veld, uit een ander veld, uit een ander resultaat naar onszelf te krijgen, dat dat afhankelijk is en eigenlijk inherent is aan hoe je zelf naar buiten kijkt, moet je jezelf goed af durven vragen in hoeverre je een geleider bent van de krachten die de mens eigenlijk voor eeuwig in de kerken wil drukken. En als je dat durft te voorspellen en te roepen, dan ben je een geleider, kwantumfysisch vanuit het kwantumveld, om mensen massaal daarin te laten geloven. En ik zeg het nog een keer, dat script is er. Alle scripten zijn er. Er zijn miljarden oorzaak en gevolg scripten. Het gaat om welke openen wij, welke kiezen wij, waar gaan we voor. En de propagandaoorlog is erop gericht om zo'n 95% van alle scripten die er liggen, de oorzaak en gevolg, om die dicht te houden, zodat we die niet kunnen bewandelen. Maar dat is toch een heel erg belangrijk punt, om daar eens met elkaar naar te kijken. Ja, en dan ook het onderscheid te maken tussen kijken naar doemscenario's die vanuit spiritualiteit komen en kijken naar de realiteit van wat is nu gewoon echt. Ja. En wat je ook een doemscenario zou kunnen benoemen, als je daar echt naar kijkt. Mm-hmm. Dus die twee moeten natuurlijk wel heel goed uit elkaar gehouden worden. Want ja. Daar kan flink wat verwarring over zijn, ja. Natuurlijk. Er is geen doemscenario wat uitsluitend de eindstreep zal zijn van de mensheid. Maar er is ook niet een scenario waarin alle mensen opstijgen in een collectief bewustzijn naar een vierde, vijfde of zesde dimensie of hoger, zo hoog als je zelf wilt. Dus het is meer een event wat ook weer buiten jezelf plaatsvindt. Dus dat is eigenlijk al een indicator dat het, als, wat er dan ook naar buiten jezelf plaatsvindt, is het per definitie al niet. Exact. Zo zou je dat kunnen zeggen. En we moeten ook heel goed beseffen dat er nog zoveel onbesproken is dat we ook moeten vooral spreken echt over onszelf. Mm-hmm. Het gaat om hoe ik de werkelijkheid ervaar. En als ik deze werkelijkheid ervaar als een bewustzijnswezen uit een andere werkelijkheid, die zich hier dus op dit moment deze ervaring zich bewust is daarvan, dan gaat het dus ook om hoe ik op dit moment mijzelf in deze werkelijkheid neerzet. Mm-hmm. Daar gaat het eigenlijk om. En dat kan wel ter positieve als negatieve worden uitgelegd. Maar er zijn zoveel scenario's en zoveel scripten en die zijn door de perceptie, door de verblinding en de propaganda die worden gevoerd, ook door de goede, mooie spirituele modellen en bewustzijnsgroepen, worden de mensen eigenlijk gewoon in de bandbreedte gehouden van 5% van de totale scenario's van scripten, oorzaak-gevolgwetgeving die zich kunnen ontvouwen. En dat is waar buitenaardse, andere-dimensionale beschavingen, bezoekers uit andere werkelijkheden, naar kijken, observeren van, hebben de mensen in de gaten dat ze door geleid te worden in hun gedachten en in hun gevoel, eigenlijk gewoon binnen die sporen blijven van datgene wat andere krachten willen waar de mens doorheen wandelt. Ja.
Kijk, en daarom worden mensen zoals jij en ik en jullie thuis ook ongelooflijk tegengewerkt. Ja. Want elk gesproken woord en de rust waar het achter zit, ja, brengt ook beweging. Ik heb wel eens... Misschien een knipperend lampje, maar ik weet niet of dat zo hoort. Ja, daar ga ik even naar kijken. Leuk hè, een knipperend lampje dus een alternatieve werkelijkheid kan inhalen. Dat ik dit heb gezegd, gaan we dus nu naar dat lampje kijken. En zo werkt het. Nou, hartstikke mooi, Arjan. Ja. Andere batterij aangekoppeld. Yes. Zit er dus nu weer een andere alternatieve werkelijkheid. Maar zo werkt het. Hè? Dus dit is eigenlijk een soort grapje, maar ook heel serieus. Door gewoon iets te zeggen, veranderen er dingen. En daar moeten we goed over nadenken. Van wat dat andere mensen tegen ons iets zeggen. En vervolgens verandert onze werkelijkheid daardoor. Tenzij je dat dus met je bewustzijn parkeert. En heel goed datgene wat je aan het doen bent, vasthoudt en uitwerkt. Ja, je hebt wel eens, ik denk dat het al wel 1,5-2 jaar geleden was, dat je een onderzoek aanhaalde van dat de wetenschappers, het was gelukt om het bewustzijn van mieren collectief te beïnvloeden. Ja. En dat het op het moment dat dat kan, ook niet zo heel lastig voor te stellen is dat dat ook bij mensen zou kunnen gebeuren. En jij zei ook van, nou, feitelijk is dat al gebeurd. Ja. En dus dat betekent dat je in gedachten en gevoel compleet gestuurd wordt eigenlijk. En dus dan is de meest, is de hamvraag eigenlijk van, hoe kun je weten dat als je iets denkt of voelt, dat dat van jezelf is. Ja. Ja. Hoe doe jij dat voor jezelf? Nou, een van de allerbelangrijkste dingen om mee te nemen in je onderzoek is de vraag van hoe vrij ben ik? Hoe vrij ben ik met mijn manier van hoe ik de wereld en de werkelijkheid om mijzelf ervaar? En daarmee bedoel ik hoe afhankelijk, hoe vast zit ik nog aan iets wat mij kennelijk bestuurt? Ja, dat is een hele diepgaande hoor, want als je hier echt werkelijk naar durft te kijken, dan zul je er schoorvoetend, misschien wel schoorvoetend, achter kunnen komen dat er toch nog wat dingen zijn die je wilt vasthouden. Mm-hmm. Mijn reactie naar mij toe is dan vaak van, ja, maar Martijn, moet ik dan alles helemaal loslaten? Moet ik nog alles loslaten omdat jij het zegt dat ik helemaal niet afhankelijk van iets moet zijn? Nee, lieve schat, niet omdat ik dat zeg, daar gaat het niet om. Het is meer de test. Kijk eens, wat wil je overeind houden? Want als bijvoorbeeld het innerlijk bewustzijn niet vrij kan komen en jij denkt van wel, omdat je in iets wat heel erg mooi en belangrijk is niet los kunt laten, met in je achterhoofd en in je hart dragende van, maar het kan ook wel eens een instrument zijn, juist om een vibratieveld van afhankelijkheid, hoe subtiel en hoe in de details ook aanwezig, in stand te houden. Als je dat durft te onderzoeken, als je dat durft los te laten, dan kun je zeggen, ik ben vrij. Dus de vraag is als eerste altijd, hoe vrij ben je werkelijk? Waar zit je aan vast? Wat staat er tussen jou en vrijheid in? Welk model? Welke overtuiging? Welke aanname? Waar is dat op gebaseerd? Als Jezus Christus nooit heeft bestaan, nooit, Yeshua ook niet, als die nooit in ons universum is geweest, als dat een vibratie is geweest van zeer hoogwaardige technologische ingrepen, waardoor er in onze historie dingen zijn ontstaan, zoals boeken, geschriften, etc., die gebaseerd zijn op een leugen, wat zou dat nou werkelijk, heel eenvoudig, werkelijk veranderen in het hier en nu, in onszelf? Nou, voor de meeste mensen heel veel. Die worden daar helemaal witheet van, boos van, verdrietig van en onpasselijk van. Zo diep afhankelijk van de informatie uit de Matrix. Het werkelijke, goddelijke, vrije bewustzijn kan alles loslaten. Dat is wat ik dus eigenlijk mijn antwoord is van hoe weet je nu wat wel en niet van jezelf is, wat je denkt. In feite weet je dat nooit, maar je moet in ieder geval durven vrij te komen in alles wat je ook maar vrij te maken hebt. En dan moet je altijd ervan uitgaan dat alles wat je denkt, alles wat er door jou heen loopt waarvan jij denkt dat je het zelf denkt, dat daar een strijd over wordt gevoerd, buiten deze werkelijkheid. Dat er een propaganda-informatieoorlog woedt in dat jij precies moet denken om binnen die bandbreedte te blijven van de oorzaak- en gevolgwetgeving. Omdat de eindstreep volgens bepaalde schakers in het speelbord moet zijn dat de mens zich niet herinnert
dat zij de goden van oorsprong is, zijn. Dus je weet het niet, Arjan. Mensen, je weet het niet. Je kunt die vraag stellen, maar dat weet je niet. Het enige is dat op het moment dat je met je bewustzijn bezig gaat, is het zo dat je door die vraag je bewust te zijn, dat die vraag er dus gewoon mag zijn, in elk moment van dus even uitgebeeld van is dit nou werkelijk kloppend wat ik denk, wat ik voel? Hé, dit is een vraag die doe ik vanuit mijn persoonlijkheid. Eventjes weg die persoonlijkheid, dieper naar binnen toe. Oh, wacht even, dit is een vraag die komt vanuit een spirituele overtuiging. Weg, helemaal naar binnen in de stilte. Terug. In het moment van stilte, waar geen tijd is, waar alleen maar stilte is, hoe moeilijk dat ook kan zijn. En als je dat op een andere manier doet en niet met stilte, dan is dat helemaal oké, want het is alleen maar een voorbeeld. Maar in het moment dat je er met aandacht naartoe reist, dat dat scenario daar kan zijn dat jij niet zelf denkt, op dat moment dat je er heel zuiver en glashelder naar kijkt, komt er een innerlijke kracht tot leven. En die zorgt ervoor dat het bewustzijn wat je erin brengt, de mogelijke verstoringen elimineert of eigenlijk ontstoort. En daarom is het bewustzijn mogelijk dat je alles wat je denkt, als je daar niet met bewustzijn naartoe reist, dat dat een gedachte is wat geregeerd wordt door jou heen. Het bewustzijn daarvan is de sleutel. De sleutel is innerlijk bewustzijn. En is dan een... Ik kan me voorstellen dat een ding is om af te stemmen dan te voelen is of je ergens belangeloos in staat. Of dat er nog angst opkomt op het moment dat je links of rechts gaat. Natuurlijk. Dat het een soort lakmoestest is of je daadwerkelijk... Je hebt ooit eens een keer gezegd van... dat op het moment dat je die matrix uit wil, dat je dat een keer moest doen om in een... schip te geraken, waar je toen was in Frankrijk. En dat dan op al je emotionele referentiepunten maximaal wordt gedrukt. Mm. En dat je dan chantage. Die bereidheid moet hebben om daar volledig vol in te staan. En dan ook helemaal in jezelf die angsten aangaan, belangeloos. Mm. In het besef dat niets je kan raken. Mm-hmm. En dus waar emotionele referentiepunten zitten, waar aangehaakt kan worden, dat juist daar maximaal op gedrukt gaat worden. En dat op het moment dat je dat belangeloos door je heen kunt laten gaan, dat dat vrijheid is. Ja, dus nou sla je de spijker helemaal op zijn kop. Want ik heb het dan veel over religie, spirituele aannamemodellen en wat je dan wilt aanhangen. Maar dit zit veel dieper geworteld. Want een mens is niet alleen afhankelijk daarvan, maar is ook afhankelijk van familie waar zij van houdt. Ja. Van kinderen waar je van houdt. Ja. Van je kat, van je hond waar je van houdt. Van je diepste en grootste vriend die aan de andere kant van de wereld is waar je van houdt. Op het moment dat we echt zuiver en eerlijk zijn en we moeten dat gewoon durven benoemen, dan is ieder mens op een bepaalde manier chantabel. Mm-hmm. Zij kan gemanipuleerd worden in het diepste van haar liefde. En dat is wat we moeten doen. Kijken hoe vrij ben ik. Want als jij gelooft dat een andere kracht de macht over jou kan hebben, om jouw keuzes te laten maken, om iets te behouden wat je lief is. Als je het idee hebt dat die andere kracht de macht heeft over jou, dan zit je per definitie in het resonantieveld wat regeert over jou, wat de schaakstukken zijn van een andere intelligentie wat jou in de zak heeft. En dan denk jij dat je vrij leeft. Als we het hebben over de wederopstanding van de mens binnenin, is dat zij uit de chantage stapt. En het gaat zo diep, dat is immens. En de perceptie is, als je dat doet, dat je eigenlijk gewoon asociaal bent. Dat hangt, ten opzichte van je geliefde. Of... Dat hangt er van af hoe je daarmee omgaat. Nee, dat snap ik. Ja. Maar dat is de groepsdruk van het heersende paradigma hier. Natuurlijk. Dat denk je. Ja. Daar heb ik natuurlijk ook mee te maken. Ik reageer veelal niet op de manier zoals mensen willen dat ik reageer naar hen toe. Mm-hmm. En daar heb ik hele expliciete redenen voor om dat niet te doen. Omdat er een spel wordt gespeeld tussen jou en de ander. Waarbij de zuiverheid het belangrijkste is om overeind te houden. Dus niet negatief te gaan denken over de ander. Niet de ander gaan veroordelen. Wat er gebeurt is dat dat spel wordt gespeeld. Dus je moet altijd in de vriendelijkheid, in de zuiverheid blijven en begrijpen dat de ander mogelijk handelt vanuit een soort masker van de persoonlijkheid. En als wij dat kunnen vasthouden in onszelf, dat we zuiver oprecht zijn, ook
als dat voor een ander niet te begrijpen is, dan kunnen wij dingen doen die dan niet worden uitgelegd als asociaal. Of wat ben je nou voor een hork? Mm-hmm. Maar dan kun je in ieder geval zien van dat je iets doet wat misschien wel onbegrijpelijk is voor een ander, maar wat wel ergens bewaking is wel van dat er geen ruzie of oorlog uit ontstaat. Een soort innerlijke vrijheid boven alles, maar ook een innerlijke pietijd, moet je het zo noemen. Zo kun je dat wel zien, ja. Ja. Als je goed begrijpt en goed gaat inzien dat als jij dus die kracht van binnen in jezelf gaat erkennen en weer terug gaat laten ontstaan, als je begrijpt dat die kracht zoveel invloed heeft en eigenlijk alle invloed heeft op alles wat je buiten jezelf ziet, omdat het zich in jouzelf nestelt, ook die goede krachtige creatiekracht, dan zul je ook begrijpen dat alles buiten jezelf, wat ook met eerbied en warmte en respect wordt behandeld, dat het eigenlijk dezelfde godskracht is als in jezelf. Dus je kunt soms hele moeilijke beslissingen moeten nemen in dit leven om iets te bewaken in jezelf, wat pijnlijk is voor de ander, maar toch daar op een hele respectvolle manier mee omgaan. En niet vanuit je persoonlijkheid, hè? En dat is allemaal niet zo eenvoudig om het allemaal eventjes zomaar neer te zetten. Nee. Maar dat is waar de training over gaat. Dat is waar de bezoekers uit andere werkelijkheden die ons kennen, ons in observeren of het ons lukt en op welke wijze wij dat doen, om uit te stijgen boven de vervuilingen die door ons heen lopen. En het is zo bijzonder dat veel mensen denken dat argons parasieten zijn die op ons parasiteren, ons levensenergie weghalen. Dat is helemaal niet zo. Dit hele informatieveld dat we hier op dit moment als zodanig ervaren, bestaat uit heel veel verschillende intellectuele informatievelden en een heel groot reactieveld daarin is argontisch. Dat zijn eigenlijk parasitaire licht informatievelden en als zodanig kun je deze werkelijkheid zien als een bewustzijn die het ene moment door jouw perceptie geleidig zijn vanuit het argon cyborg bewustzijn of dat het een reactieveld is uit het godsbewustzijn. Het is maar net of je jezelf erin herkent. Daarom moeten de mensen zichzelf bewust durven worden dat ze de goden zijn. Dus allemaal geïnstalleerd zijn in jouw eigen cyberbiologisch lichaam. Het is een besmetting, Arjan. Er is een hele grote besmetting gaande. En die grote besmetting, die ook letterlijk op galactisch level zo wordt genoemd, zolang de mensen in het bewustzijn op de aarde zichzelf niet kunnen ontdoen van die besmetting, die kracht die in zichzelf huist, waardoor zij niet God representeert in zichzelf, maar eigenlijk onder controle staat van de cyborgmacht die zich als God laat zien, zolang de mens daarin verkeert, is zij onbereikbaar en zullen andere beschavingen, andere bezoekers ook geen contact met ons leggen. En er zijn zoveel mensen, ja, maar ik ben klaar voor buitenaards contact. Een paar jaar geleden heb ik dat een keer in een uitzending gezegd, bij Crowdpower, dat ik zei van, maar de mensheid is nog helemaal niet klaar voor contact met andere bezoekers uit andere werelden. Dat was er iemand die zei, nou, daar ben ik helemaal niet met Martijn eens. Vrouw, ik ben er hartstikke klaar voor. Nou, ik ben er klaar mee. Maar zonder gekheid, dat is echt zo. Wij denken zoveel, wij denken dat wij ergens klaar voor zijn. Waar wij ons voor klaar aan het stomen zijn, is gewoon om mens te worden. Wat mens zijn oorspronkelijk is. Wat mens zijn echt is. Mens zijn is niet oorlog voeren. Mens zijn is niet dieren laten lijden. Mens zijn is niet de aarde vervuilen en uitputten. Mens zijn is niet te zeggen van ja, nou ja, goed, ik trek mijn handen er vanaf hoor. Dat wordt van buitenaf geregeld. Ja, ik moet er wel aan meedoen. Mens zijn is niet andere mensen aan hun lot overlaten of andere mensen aanvallen. Andere mensen ondermijnen. Mens zijn is niet jezelf voor opstellen en een ander naar achteren schuiven. Mens zijn is vriendschap. Vriendschap veel groter dan het woord. Mens zijn is elkaar werkelijk zien. En elkaar ondersteunen om door de bepaalde processen heen te wandelen. En daar worden we in getest. Keer op keer glijden we daarop uit, omdat we niet weten hoe we met onze eigen emoties om kunnen gaan. Dat is het punt. Wat emoties zijn. Daar ligt de discrepantie. Nou, laten we het dan maar eens lekker op andere momenten eens verder met elkaar over hebben. Ja, heel graag. En dit is een galactische boodschap die hier ook door mij wordt neergezet en ook wordt gedeeld. En dat is de boodschap die je zelf ook, ook in jezelf draagt. Daar hebben we andere beschavingen op dit moment niet bij nodig. We hebben het werk zelf te doen. We kunnen ons wel laten inspireren
door krachtige gevoelens, boodschappen en innerlijke wijsheden. Maar we moeten ons er niet door laten leiden. We nemen het mee, we doorvoelen het en we laten het weer gaan. Wij doen het zelf. Prachtig. Ja. Mag ik je ter afsluiting nog vragen wat je op je agenda hebt staan de komende paar maanden? Nou, dat heb ik eigenlijk heel weinig op staan, om allerlei redenen, want ik ben met heel veel creaties ook bezig. Mijn talent en mijn kracht is altijd geweest dat ik niet in georchestreerde programma's wil verkeren, omdat daarmee ook dingen worden bestuurd. Dat is ook een van de redenen waarom ik op dit moment weinig tot niets in mijn agenda heb staan. Maar ik ben wel elke dag met van alles en met mensen bezig. Daarnaast ben ik ook stapels informatie aan het uitschrijven, het uitwerken, het bij elkaar aan het brengen. Ik heb net een verhuizing achter de rug met mijn gezin. Dat betekent dat ik ook daar nog heel veel nawerk in heb. Dus, maar vooral gaat het om het voorbereiden om zaken te benoemen die voor in veel gevallen echt zeer als welkom zullen worden ervaren. Maar ook zullen er bepaalde, nou ik ga het woord maar wel gebruiken, bepaalde dingen besproken worden waardoor situaties worden ontmaskerd. Ja, want er is hier wel iets gaande op deze aarde. En dat geldt voor hier in Nederland ook. Als we spreken over de spirituele orde binnen Nederland, hoe liefdevol deze ook in elkaar zit, dan is er een gigantisch embargo over dit onderwerp. Er wordt veel over mij gezegd in de spirituele werelden, wat ik van kinds af aan weet dat het gezegd zal worden. Maar het gaat niet over Martijn, het gaat over het embargo in wat er in ons aanwezig is. Er is een embargo en dat moet gewoon besproken worden. En dat betekent ontmaskeren van situaties, bespreekbaar maken, maar dat wel vooral altijd doen vanuit zuiverheid, oprechtheid. Want als jij ziet dat een ander in een soort droomstaat verkeert, waarin hij of zij een werkelijkheid ervaart die voor hem of haar heel prettig is. En werkelijk eruit ziet. Werkelijk eruit ziet, dan ga je de ander niet in één keer zo midden in die droom wakker maken en zeggen van, joh, die droom doet het toch helemaal niet toe. Dit is de echte werkelijkheid, word wakker. Dat is niet hoe het gaat. Je eert de ander en in vol respect laat je de ander in die werkelijkheid verkeren. En dat geldt voor andersom ook, dat mensen dus dat ook naar mij toe doen. Maar het betekent niet dat je de ander maar moet door laten dromen. Want als je echt van elkaar houdt, dan ga je zelfs die moeilijke keuze, die ga je aan. En dat is waar ik nu mee bezig ben, om samen met alle mensen een enorme beweging van echt ontwaken, bewust worden, voorbij alles wat we willen framen in liefde, met een bepaalde reden, met een karmische achtergrond, dat we dat gewoon doorbreken. Dat we de karmische energievelden die in ons liggen geprogrammeerd afleggen. En dat we terugkeren tot wat werkelijk aan scenario's nog nooit besproken is. Nog nooit. En daar ben ik mee bezig. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel op mijn agenda staan, omdat ik totaal niet weet hoe ze dat gaat ontvouwen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, nou, ik ben ook heel blij dat wij toch wel een aantal data in de agenda hebben geprikt om mogelijk weer samen programma's in ieder geval, te gaan maken. Om in dialoog te zijn, in contact te zijn met jullie thuis. Ook al ben ik op die camera even iets verder weg, zie ik, want dan komt dat de batterij verwisseld is. Maar dat is helemaal niet erg. Ik zie dat zo als de nieuwe samenkomsten met elkaar op camera. Waarin we, ja, zoals het er ook nu naar uitziet, in ieder geval ook veel op locatie zullen zijn. Dus waar met elkaar, hè, dus ook jij thuis, met elkaar op reis gaan naar bepaalde plekken die er echt toe doen. Hoewel zich dat natuurlijk ergens in onszelf afspeelt, ook goed is om gezamenlijk met elkaar daar dan ook te kunnen zijn. Er gaan gewoon mooie dingen gebeuren. Er gaan gewoon mooie, hele mooie dingen gebeuren. En ik vraag iedereen om het hart te mobiliseren. En dan het hart met een T. Te mobiliseren en steeds weer opnieuw bij te pakken. Wat er ook gebeurd is, wat je ook gedacht hebt, wat je ook hebt gevoeld. Welke situatie je ook verkeert. Of dat nou ontzettend vervelend, moeilijk en echt afschuwelijk is. Of dat je in een enorme positieve vibe zit. Waardoor je zegt, nou hier hoef ik helemaal niet mee bezig te zijn. Ik vraag je om jezelf te mobiliseren. En niet om je aan te sluiten bij mij of Arjan, want dat bestaat niet. Maar om elkaar te ontmoeten in de kracht, vanuit de kracht. En laten we daar met elkaar ten diepste mee bezig gaan. Ik heb genoten van deze ontmoeting.
Ik ook. Ik kijk uit naar nog veel meer. Dus jullie bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Tot ziens.